In deze huiskamer hebben we eigenlijk allemaal mensen met geheugenstoornissen. En die hebben de hele dag, 24 uur per dag, onze hulp, onze zorg nodig. Voor ons is zeg maar het meest belangrijke, de primaire taak, dat is de zorg. Ja, dat kunnen we niet zonder vrijwilligers die ons ondersteunen. Op aandacht geven mag nooit bezuinigd worden. Door alle veranderingen in de zorg zijn verzorgenden extreem druk op dit moment om de aandacht te geven aan de bewoners die ze heel graag zouden willen krijgen. Dat is hoe Douwe Egberts de zorg graag wil helpen. Zo maken we samen meer waardevolle momenten. Mag u hier komen zitten? We hebben bij 6 locaties vooronderzoek gedaan om in beeld te brengen wat vinden mensen nou prettig als koffiemoment en hoe kunnen we dat nou nog waardevoller maken. Daaruit kwam 1 centraal ding alweer weer naar voren en dat was het woord aandacht. En daar is een programma omheen ontwikkeld. Dat is nu net gestart en we meten of dat programma, hoe mensen dat ervaren en of dat koffiemoment nou leuker wordt gevonden. En we zien al de eerste resultaten en dat is dat mensen meer uitkijken naar het koffiemoment en dat ze er positief op terugkijken. Naar aanleiding van het onderzoek heeft Douwe Egberts het Carista-programma ontwikkeld. Het bestaat uit een toolbox waarin alle benodigdheden zitten, zodat vrijwilligers van de organisaties van het koffie- en thee-moment een feestje kunnen maken. Ik ga vandaag werken als Carista in een zorgcentrum. En ik heb een training gevolgd om als Carista te gaan werken. De bedoeling hiervan is om de mensen in het zorgcentrum een fijn momentje te bezorgen met een kopje koffie, met een kopje thee en uiteraard wat aandacht. Mij brengt het een gevoel van goed doen, leuke middag doorbrengen en vooral zien dat de mensen die hier wonen, dat die er ontzettend van genieten. Ik heb er ontzettend veel zin in. Goedemiddag allemaal. Fijn dat je er bent. Meneer Van Loon is net terug uit het ziekenhuis, ja. Dus die kan wel wat extra aandacht gebruiken. Bent u blij dat u er weer bent? Nou, ik moet eerst afwachten nog kijken hoe het wordt. Hè. John is er. Hi John. Hoi. Hoe is het? Ja, prima. Ik ga vanmiddag gezellig een spelletje met jullie doen, een kopje koffie drinken. Ik vind het best. U vindt het best? Ja. Mijn moeder zit hier om deze afdeling vanwege de Alzheimer. Normaal zit ze middags te slapen. En nu wordt ze gewoon weer een beetje actief. Ze gaat ook weer meedoen. Ik ben gewoon helemaal verbaasd als ze nu ook weer wakker is. Alsjeblieft, lekker kopje koffie. En voor u. Het is een zwarte kip. Zwart Bessie was haar naam. Die zat al door te jammeren en te meieren voor het raam. Het is altijd wel leuk met alles. Ik vind het wel leuk. Ja, dat is weer wat anders. Dat is weer heel anders. Dat is weer leuk wel. Als zij er is, dan voelen wij ons ik ook weer helemaal goed. Dat is hoe Douwe Egberts de zorg graag wil helpen. Zo maken we samen meer waardevolle momenten. En deze. Zo, alles is weer zoals het was. Dag allemaal, tot ziens weer. Doei. 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 Doei.